Vandaag moet ik de hoogste toren ooit beklimmen door 16 verschillende levels te halen. Goed, dames en heren, het doel is dat ik helemaal naar boven ga in deze geweldige grote toren. We beginnen bij map 1. Het doel is dat ik de zombies naar de rode wol krijg. We kunnen hier een zombie spannen en die moet dan daar helemaal heen, naar de rode wol. Kom maar, jongen. Kom maar deze kant op. Kom maar lekker naar me toe. Volg mijn lichaam. Volg mijn stem. Oppas dat ik er zelf niet inval. Kom maar hier, jongen. Gewoon lekker een beetje zo roleren om het glas heen, inderdaad. En nu hierheen. Hierheen. Hallo. Zo moeilijk is het niet. Oké, ik vind het toch best zo moeilijk. Kan ik hem slaan? Ja, ik kan hem gewoon slaan. Kom hierheen. Wat een ongelofelijke sukkel. Kom maar, goed zo. Ja, goed zo. En nu hierheen. Ja, daar komt hij. Daar komt hij. Daar komt hij. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is hem even de goede kant op te slaan. Kom maar, die kant op. Die kant op. Daarheen. Erin. Erin. Ja, we hebben hem. Oké, de eerste kamer is compleet. Dat betekent dat de route naar de tweede kamer hier open is. Oké, hier moet ik gewoon simpel de uitgang vinden. Oké. Dat zou niet heel moeilijk moeten zijn. Gewoon de uitgang vinden. Er is hier een button. En er is hier een button. En die doen... Oei, dat was het. Ik moest van allebei de buttons inklikken. Jeetje, wat een ingewikkelde map. Oké, het zijn 16 kamers in totaal. Dit is pas kamer 3. Hier moet ik ook weer de uitgang vinden. Hey, powdered snow. Oké. Ik zit vast in de powdered snow. Ik zit vast in de powdered snow. Ik ga dood in de powdered snow. Oh, ik heb een schep. Ik heb een schep. Oh, niks aan de hand. Oké, ik heb een schep. Oké, dan kan ik letterlijk... Het enige wat ik met die schep kan is sneeuw hakken. Dus laten we al het sneeuw hakken dat we kunnen vinden... In de hoop dat ik juist hier een button vind. En dan vinden we emerald blocks. Oké, en wat kan ik met emerald blocks? Die kunnen op dark oak logs kunnen we die plaatsen. En dan moeten we eerst dark oak logs moeten we vinden. Misschien moet ik mezelf wel hier omhoog parcouren. 1, 2, 3. Komt ie? Hoppa! Nee, dat was het niet! Oh, dit is het niet. Wacht, we resetten hem even. Laten we eerst al het sneeuw even weghalen, jongens. Ik irriteer me nu al aan het sneeuw. Oké, dat hebben we gedaan. Dan gaan we het opnieuw proberen. Gaan we even kijken hoe hoog we kunnen komen. Hier, kijk, misschien kan ik wel daarheen parcouren. Proberen we het even opnieuw. Is dit het? Nee. Misschien dat ik er nu ben. Nu zou het niet fout kunnen gaan. Ja, we hebben hem. Is dit hem? Hebben we hem? Zijn we er? Waar ben ik? Waar ben ik ineens beland? Ik zit even te kijken, maar ik kan hier nergens heen. En er is hier nog wel dark oak hout. Dus ik denk dat ik hier misschien opnieuw naartoe moet en dan een emerald blok over moet houden. Laten we het heel even resetten. Ik heb nog maar 1 hartje over en ik kan niet eten. Maar hoe ga ik hier hoger opkomen... Met 1 emerald blok overslaan. 1, 2. 3. Ja, nu heb ik er zelfs nog 2 over. Oké, kijk, en nu kunnen we zeggen, we doen er hier nog één. Dan kan ik daar weer op. En dan hierheen. Nee, ik heb een fout gemaakt. Hier moest ik niet heen. Hier moest ik niet heen. Oh, nee. Ik denk dat ik hier op moest en dan hier erin. Nee. Oh, we gaan het opnieuw proberen. Oké, ik ben doodgegaan, dus ik heb op zijn minst heb ik mijn spullen weer terug. Oké, ik weet nu wel wat ik moet doen. Hier eentje, dan eentje bovenop. Dan daar eentje, springen we daarheen. Dan kunnen we hier, kunnen we erin. Dan springen we hier erop. En dan denk ik zo. En dan kunnen we hier bovenop. En dan kunnen we hierheen. En dan hebben we het level gehaald. Vierde kamer, vind de uitgang. Oké, het is nu telkens gewoon de uitgang. Vind. Dat is helemaal prima. We hebben hier een gouden button, daar kunnen we op klikken. Krijgen we een zwaard. Met zwaard kunnen we dit hier hakken. Oh, wacht. Ik denk, oh, ik snap. Ik denk dat ik een trap voor mezelf moet creëren hiermee. Kijk, dan kunnen we zo. Doen we zo. Doen we... even kijken. Kijk, dan kan ik een trap voor mezelf creëren. Oh, nee, niet. Ik kan niet springen. Wat een scam. Misschien vanaf de andere kant? Ja, vanaf de andere kant wel. Ja. Ja, dit is het. Zo kan ik een trap voor mezelf creëren. Hierheen. Zo, misschien heb ik op deze manier nu een route voor mezelf gecreëerd. Nee, dat is het niet. Ik dacht dat ik hem snapte. Oké, laten we gewoon alles slopen. Kan ik nog meer ermee slopen? Oh, tripwire en dark oak lock. Oké, dus dan kan ik nog meer ermee slopen. Dan kunnen we dit kunnen we ook slopen hier. Dit gedoe. Ah, en dan kan ik scaffolding maken. Volgens mij kan ik scaffolding. Dan kan ik een crafting table maken. Hier, kijk, dan kunnen we een crafting table maken. Zo. En die kan ik plaatsen. Die kan ik niet plaatsen, helaas. Oké, dat vind ik jammer. Ik dacht dat ik misschien dan met die crafting table scaffolding kon maken. We zijn dit allemaal maar een beetje aan het uitvogelen, jongens, met z'n allen. Oh, er zit hier een crafting table. Ah, kijk, nu kunnen we scaffolding maken. En daarmee kan ik mogelijk... Even kijken. Ik zou je zeggen, ontsnappen. Alleen, ik kan het niet plaatsen. Ik kan het niet... Oh, daar was de button voor. Daar was de button voor. Oké, we zijn er, jongens. Level nummer 5. Een gouden mogelijkheid. Oké, laten we even kijken. Waarschijnlijk moet ik iets met hem ruilen... wat mij hieruit kan laten ontsnappen.
Misschien een pickaxe of zo? Push if netherite pickaxe, push if netherite hoe. Oké, dan moet ik een netherite hoe en een netherite pickaxe moet ik regelen. Kunnen hier de netherite pickaxe regelen? Oké. Netherite pickaxe, daarvoor moeten we een golden axe en een diamond pickaxe hebben. Oh, ik moet van alles regelen. Laten we beginnen met de golden axe. De golden axe moeten we een stenen zwaard voor hebben. Stenen zwaard moeten we een gold ore voor hebben. En een gold ore moeten we gold nuggets voor hebben. Nou, laten we kijken of we met gold nuggets kunnen beginnen. Wat een heen en weer geruil gaat dit worden. Kan ik die pot openbreken? Maar waar is dat gold dan om mee te beginnen? Waar... Daar is het gold. Oké, Grandma Necklace. Oké, en we hebben hier ook koper. Laten we even kijken. We kunnen beginnen door dit om te ruilen voor een gold ore. Een gold ore kunnen we omruilen voor een stenen zwaardje. Stenen zwaardje kunnen we omruilen samen met wat normaal goud. Dat moeten we hier omsmelten. Laten we dat even omsmelten hier. Wacht, nee. Oeh, ik heb raw gold nodig. Hoe kom ik aan raw gold? We hebben nuggets voor nodig. Oké, dan moeten we dit wel omsmelten. Laten we dit allemaal eventjes hier erin gooien. Dan kunnen we het omsmelten. Dat duurt dan wel eventjes. Maar ik moet namelijk naast dit stenen zwaardje heb ik ook nog raw gold nodig voor de golden axe. Want die golden axe gaan we uiteindelijk gebruiken om die netherite pickaxe te krijgen. En daarmee kunnen we waarschijnlijk dit level halen. Maar eerst heb ik eventjes 18 raw gold nodig. En dat kunnen we nu regelen. Of 18 golden nuggets. Want met 18 golden nuggets kunnen wij raw gold regelen. En met raw gold... Oké, dan heb ik nog meer nodig. Juist. Nu kunnen wij weer golden nuggets maken. Omtoveren tot dit. Omtoveren tot dit. Oké, dan hebben we stap 1 van de netherite pickaxe. Nu hebben we alleen nog de diamond pickaxe nodig. En daarmee kunnen we de netherite pickaxe regelen. Daarvoor hebben wij... Voor een diamond pickaxe hebben wij zoveel meer troep nodig. Ik ga dit wel van me ruilen en dan zien jullie me terug als het gelukt is. A few moments later. Oké, jongens, ik denk dat ik alles heb. We kunnen nu een klok maken. En met die klok gecombineerd met nether gold ore kunnen wij... Als we het ook met twee klokken hebben. Gadverdamme, wacht even. Nou, jongens, we zijn er. Het was uiteindelijk moest ik hem nog resetten. En weet ik voor wat allemaal. Het helemaal gezeik. Maar ik zou, als het goed is, een netherite of een diamond pickaxe kunnen maken. En daarmee een netherite pickaxe maken. En dan klik op de button. En hebben we eindelijk gehad. Ik heb hier zo lang over gedaan. Ik denk dat ik hier oprecht 20 minuten over gedaan heb. Vergeleken met de alle andere duurde echt 3-4 minuten. Deze 20. Goed. Huh? Zesde kamer. Huh, waar ben ik? Ik ben ineens in de lucht. Wat moet ik doen? Moet ik... Is dit een droppen? Moet ik voorzichtig naar mijn... Oh, ik snap hem. Ik snap hem. Ik moet voorzichtig naar beneden gliden zoals dit. Oh mijn god, dit is moeilijk. Oh mijn god. Oh, dit is heel moeilijk, jongens. Dit is moeilijk. Oh, waar moet ik heen? Nee! Oh, dit is echt heel moeilijk. Ik moet naar beneden gliden zoals dit. Kan ik dan niet in één keer op de pressure plate landen? Misschien ben ik wel gewoon skilled genoeg om in één keer op de pressure plate te springen. Komt-ie. Ja, het werkte! Het werkte! Oh mijn god. No way dat dit werkte. Ik heb hem. Ik heb hem door gewoon in één keer op de pressure plate te landen. Nou, laten we doorgaan naar de zevende kamer. Een complex probleem, of toch niet? Wat is het complexe probleem hier? Laten we kijken of we over deze wal heen kunnen. Juist, daar kunnen we overheen. Kan ik dan hier misschien er doorheen glitchen? Ja, en dan kan ik hierheen. Klik op de button. Kruipen we er onderdoor. En dan? En nu? Nu zit ik hieronder. Is dat de bedoeling? Wacht. Ik snap wat ik moet doen. Ik moet hierop klikken en dan daarop springen en dan daarheen gaan. Maar hoe spring ik daarop? Hoe doe ik dat? Wacht, ik moet er opnieuw heen. Eerst gaan we er overheen. Dan gaan we er onderdoor hier. Hoe kom ik dan... Hoe ben ik daar snel genoeg mee? Misschien... Klik, sprint. Nee! Oh, oké, ik moet gewoon snel zijn. Dat is het. Ik moet gewoon snel zijn. Laten we eerst weer hier overheen springen. Dan glitchen we hier weer onderdoor. Ga ik klaarstaan. 3, 2, 1. Klik. Spring. Oh, ik moet shift inhouden en die moet omhoog. Irritant. Oké, dit wordt hem. Klik, spring. Ja, we hebben hem. Zevende, of nee, achtste kamer inmiddels. Laten we minen of klikken. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat hebben we hier? Oh. Oké, als ik hierop klik, dan open ik en dicht ik dit hier. Oh, dat doet ook die trapding hier. Oké. En de hendel, wacht, ik kan... Oh, wat moet ik allemaal doen? Ik snap deze nog niet. Oh, oké, we moeten snel zijn. Kijk, het gaat weer om timing, jongens. Als ik hierop sta, gaat die omhoog. En dan kan ik daar uiteindelijk op terechtkomen, komt-ie. Zo. Nou, oh, het moet sneller zijn. Ja, oké, we hebben hem. Nu zitten we hier. En dan, nu zitten we hier. Kan ik op de knop klikken of zo? Wat nu? Oh, nu heb ik redstone. Ah, wacht. Waar kan ik die plaatsen? Wat kan ik met... Oh, die kan ik hierop gooien. Ja, dan blijft die actief. En nu die actief is, wat dan?
Oh, er is daar een knop. Kijk, 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 daar. Hoppa. Oh, dat doet niks. Huh, wacht, 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 kijk. Hier is iets. Hier is iets. Ik snap het niet. Wat moet ik met die redstone? Zit daar een knop achter? Of ik moet daar mijn redstone in gooien. Hier. Ja, dat was hem. Oké, okay, negende kamer. Het mysterie van de Lush Cave. Oké, okay, ik weet niet wat ik hier moet doen. Elke keer is het inderdaad gewoon één groot mysterie. We zijn wel over de helft nu. Dat was een soort van op de helft. We hebben er acht gedaan, nog acht te gaan. We gingen gewoon weer simpel door knopjes in te klikken en overal op te staan en te slaan. Ik zie een trapdoor. Ik zie hier een trapdoor. Dan gaan we eventjes proberen doorheen te zwemmen hier. Dan gaan we dan heen. Dan gaan we hier. Oh, dat was hem. Wauw, dat was echt heel makkelijk. Goed, kamer 10. Hoppakee. De tiende kamer. Dit wordt nog wel heel spannend. Summon een strider en een fishing rod. Oké. Prima. Prima, dan gaan we jongens. Dit is parcouren. Parcouren met een strider. Moeten oppassen dat we niet door zo'n pijltje of de tridents worden geraakt. Auw! Oké, dat ging net aan goed. Dat ging net aan goed. Oké, oké, oké. Kom op, kom op, kom op. Nee, strider, kom op, omhoog. Klimmen, klimmen. Oké, nog een poging. Nog een poging. Kom op, strider. Kan ik hem ook boosten? Oh, ik shifte. Oh, nee. Oh, nee. Auw, auw. Het gaat helemaal fout. Het gaat helemaal fout. Ik ben weer dood. Oké, voor mijn volgens dit gewoon geluk hebben. Hoe wil je dit timen? Je kan namelijk niet sprinten of hem sneller laten gaan. Je moet gewoon geluk hebben dat je niet geraakt wordt door die pijlen hier. Nou, dat gaat al niet goed. Dan moet je geluk hebben met dat lava dingetje hier. Dat ik niet dood ga. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Ik voel hem. Ik voel hem. Ik ben weer door de lava gevallen. Ik ga maar dood nu ook. Is goed zo. Misschien first person gewoon. Misschien is dat makkelijker om het toch vanuit het POV zoals dit te doen. Misschien is dit gewoon makkelijker. Misschien deed ik het veel te moeilijk weer allemaal. Auw. Kom op, knapie. Kom op, knapie. Pas op, de lava was weg. Pas op, komt hij. Nu, 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 nu. Ja, ja. Goed zo, knapie. Ja. En nu heb ik de key. Wat dan? Wat dan? Wat dan? Wat moet ik met de key? Wat moet ik met de key? Die is key. Oh, nee. Zeg maar dat ik hem bewaar. Zeg maar dat ik hem bewaar. Nee. Moet ik ook nog terug? Moet ik ook nog terug? Gadverdamme. Ik moet terug met die sleutel. Dat meen je, moet ik heen en weer. Ik dacht dat ik hem had. Oké, goed om te weten, we moeten heen en weer. Kom op, strijder. Kom op, je bent een strijder. Je bent een strijder. Het zit in je naam, het zit in je naam. Oké, dat was heen. En terug, en terug, en terug, en terug. En terug. Strijder, kom op, strijder, kom op. Kom op, nee, nee, nee. Oké, heen is gelukt, heen is gelukt. Kom op, jongen, we kunnen dit. 3. Wacht, wat kan ik ermee? Laten we even kijken wat ik ermee kan. Kan ik spruce wood kan ik ermee breken? Is het dat daar aan de andere kant of is dat hier? Nee, dat zit aan de andere kant. Spruce wood kan ik ermee breken. Komt-ie, hè? Komt-ie. Kom op, strijder. Kom op. Kom op. Dit is hem. Dit is hem, dit is hem. Dit is... Oh, wat erg. Ja, ik kan deze mee breken hier in dit hok. Oh, oké. Kom op. We hebben hem. Nu gaan we er gewoon niet te moeilijk over nadenken, jongen. We gaan er gewoon niet te moeilijk over nadenken. We dachten er toch te moeilijk over na. Oké, een klein dingetje. We staan in de fik. Maar als we dit overleven, dan voel ik dat dit hem is. Dan hebben we samen een soort van traumarelatie hier. Een traumaband. Kom op, niet doodgaan door het vuur. Niet doodgaan. Oh, één hartje. Één hartje. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. We kunnen nu door niks geraakt worden. Oké, we zijn voorbij het moeilijkste gedeelte. De pijlen kunnen me dood zijn. Kom, ja, ja. Nee, een pijl op mijn hoofd. We waren nog nooit zo ver geweest. Mijn strijder staat er zelfs nog. Kom op, oude strijder. Ja, oké, strijder, dit is hem. Dit is hem. Dit hebben we al 100 keer gedaan. Die pijlen... No way dat die pijlen me uiteindelijk pakken. No way dat die pijlen me uiteindelijk pakken. Oh mijn god, we hebben hem. We hebben hem. Ja, eindelijk. Oh... We hebben hem, wat ben je? Ja, ga jij maar weer terug. Nee, niet vallen alsjeblieft. Doe voorzichtig. Maat, jij bent de strijder. Goed, laten we hier doorheen gaan. Laten we dit ding hier slopen, want dat kan eindelijk. Oh my days, we hebben hem. Want daar heb ik hier ook weer lang over gedaan. Maar dit was gewoon echt een skill issue. Nou, kamer 11. We hebben een infinity boog en we hebben een pijl. Moet ik hier ergens doorheen schieten? Ergens opschieten? Is hier ergens een knop onder? Misschien zit hier iets waar ik moet schieten... Ga overal proberen. Is er een knop? Oh, daarboven. Daar. Oh. Oké. Oh, die pijl heeft een potion effect. Ik moet waarschijnlijk door die pijl geraakt worden. Ja. Zo, nu kan ik, tegen vuur. Kom, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Daarheen. Hierheen. Ik kan tegen vuur voor 20 seconden. Ik snap hem. Ik snap hem, jongens. Ik ga het niet redden, want ik weet niet waar ik nu heen moet. Maar ik moet hier waarschijnlijk onder. Moet ik daar schieten? Is dat het? Ik snap het niet! Oké, opnieuw proberen.
Ah, er zit daar een knoppie. Wat doet dat? Er ging iets open. Er ging iets open. Oh, daar. Oké. Daar moeten we heen. Daar moeten we heen. Dus dan moeten we eerst hierop schieten. Dan die pijl ontvangen. Dan moeten we die pijl op mijn kop krijgen. Ja, kijk, daar kunnen we er tegen. Dan gaan we snel naar het hoekje toe zwemmen. Klikken wij op de knop. Gaan we er doorheen. Ja. Oh, dan hebben we hem. Kamer nummer 12. De Voidjump. Oké, we staan nog half in de fik. Dan wachten we tot dat is uitgewerkt. Alright, kan ik hier gewoon overheen jumpen? Ja, dat was heel simpel. Was dat hem ook? Dat was hem. Letterlijk gewoon een sprong. Het was gewoon een 4-blok jump. Dat is niet echt heel moeilijk of zo. Oké, we hebben hem prima. Ik weet niet of ik hem makkelijk heb gehaald, maar... De kamer 12 van ook parcours. Oké, nu is het in principe allemaal iets simpeler, want ik moet nu... Oké, laat maar. In principe is dit gewoon parcours. Dat is niet ingewikkeld. Kijk, het is natuurlijk gewoon moeilijk omdat je het niet kan halen. Maar het idee erachter is tenminste even wat simpel. Ik kan mijn hersenen uitzetten. En dat kan soms gewoon echt heel lekker zijn. Oké, laatste sprongetje. Laatste sprongetje. Ja! Hoppakee! Kamer 14! Wat moeten we hier doen? Is dit ook, dit is ook parcours? Kamer 14 is ook gewoon parcours, jongens. Hé! Het is gewoon ineens allemaal parcours. Het is gewoon ineens allemaal niks meer dan parcours. Hier, hoppakee. Dat was hem. Kamer 15. De twee potten. Wat is hij ineens lui geworden, de mapmaker? Het is van mega moeilijke puzzels naar gewoon... Je moet parcouren gegaan. Het wordt me simpel gemaakt. Nou, kom op, parcours. 1, 2, hoppakee. Wat, daar moest ik daar niet heen? Oh, ik moest daarin. Oh, joh. Zeg dat dan eerder. 1, 2, oh, ik spring er overheen. 1, ik spring er weer overheen. 1, 2 en 3. Nee. Biep, bap, boep. Hoppakee. En dan hier er tegenaan. Kamer 16? Oh, we komen bij de laatste kamer. We hebben nu 15 natuurlijk gehaald. Laten we erop klikken. Kamers... Oh, oké, dit is heel duidelijk. De laatste kamer, jongens. We moeten een soort van andersom ondersteboven droppen. Is dit? Wacht even, ik wil het halen zonder te geraakt worden door de lava. Het is een achterstevoren dropper. Is dit? Oké, komt-ie. Goed, dan gaan we. Niet de lava aanraken. Niet de lava aanraken. Oké, dat was toch een klein tikje. Oké, dan misschien kijken of we het gewoon kunnen halen. Zon, nee! Oké, dit is leuk bedacht. Dit is wel heel leuk bedacht, jongens. De laatste kamer. De 16e kamer. Misschien dat ik hem beter kan halen in... Nee, dat kan ik niet beter aan. Moet wel first person. Oké, dit is nog best wel ingewikkeld, hoor. Want je moet rekening houden met dat je voeten het ook aan kunnen raken, maar je hoofd ook. Oké, hierheen. Oké, dat was een slechte gok. Dat was een slechte gok. Oké, er zijn maar wel een beperkt aantal routes die je kan nemen. Niet elke route is even efficiënt. Kom op. Dit is hem. Ik voel hem, ja. Ja. Ja, kom op. We hebben hem. Oké, checkpoint. Nee! Ik was te laat voor de checkpoint. Ik moet op die knop klikken. Ik was te laat voor de checkpoint. Oké, rekening houden. Op de knop klikken. Op de knop. Boom, knop. Oké. Oké. Dit is simpel. Dit is geen lava meer. En nu is hier weer een knop. Nee! Oké, ik kan zachtjes landen. Oké, dikke prima. We hebben een checkpoint. Komt-ie. Gaan we weer. Omhoog. En dan moeten we daar op landen. We moeten daar op dat checkpoint halverwege landen. Ik snap hem. En ik heb fall damage, dus ik moet echt oppassen. Kom, checkpoint. Ja! Oké, dit checkpoint hebben we. Oh, jongens, we gaan de toren. We zijn bijna boven aan de toren. Oké, er is geen checkpoint in dit. Er is geen enkel checkpoint hierin. Als ik helemaal naar beneden val, moet ik hem weer helemaal opnieuw doen. Zo simpel is het. En ik heb 3 hartjes. Wat staat hier? Oké, dat stond gewoon een tip over de finds zometeen. Maar daar ben ik nog niet. Dus ik snapte die tip nog niet helemaal. Oh, ik vind het niet leuk dat ik geen checkpoint heb. Dat als ik nu een klein beetje val, dat ik alles opnieuw moet doen. Oké, hier zijn we. Dan moeten we find. Ah, daar zei hij het al. Er stond een tip dat je helemaal via boven moet. Dan is het te halen. Oh mijn god, nee. Nee, niet alles opnieuw. Niet alles opnieuw. Alsjeblieft. Oké, prima. We krijgen nog een kans. Dit was niet al te ingewikkeld. Ik wil gewoon niet die lava opnieuw doen. Ik heb ook geen eten. Komt-ie? Ja, die hebben we. Dan gaan we dit parcours doen. Dan moeten we oppassen, want die dingen waar ik op sta, die vergaan natuurlijk. Oké, dit was ook nog wel te doen. Die iron bars. Ik vind het echt heel spannend. Omdat het laatste beetje is. Kijk dan, dat is de toren, jong. Dat is het. Dit is het gewoon. Even kijken, hoe ga ik dit doen? Nee!
Nee! Oh, gaan we weer. Ik heb nog maar 2 hartjes. Oh, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dit gaat fout. Ik ga er dwars doorheen. Dit red ik niet meer. Dit red ik niet meer. Ik heb nog maar 1,5 hartje. Dat betekent dat ik echt letterlijk nog maar 3 pogingen krijg. Voordat het waarschijnlijk weer dat ik helemaal ook dat lava gedeelte weer opnieuw moet doen. 3 pogingen heb ik nog, jongens. Anders moet ik het lava gedeelte opnieuw doen. We zijn in ieder geval weer hier. Dit was ook nog wel te doen. Ik moet gewoon opschieten omdat de blokken onder me wegvallen. Oké, dan komen we weer bij dit. En dit is toch wel een partijtje moeilijk, hé. Oké, dit is de eerste. Nee, we hadden de eerste. En... Oh, dit is wel een checkpoint. Oh, joh. Oh, oké. Dat maakt het al iets fijner op voor mij om dit te doen. Geeft me een iets fijner gevoel. Dat ik daar een checkpoint heb. Oké, dan zijn we hier. Dan gaan we weer... Hé, maar... Nee. Oh, oké. Niks aan de hand, niks aan de hand. Eerste keer dat ik dit faal. Wacht tot de blokken weer gereset zijn. Zo. Springen we hierheen. Gaan we... Nee, nee! Oké, nu kan ik trouwens gewoon doodvallen. Maakt me toch niet uit. Oké, terug bij de vines. Terug bij de vines. Niet gelukt. Oh, maar we zijn hier geland. Poging 495. Hoe dan? Hoe dan? Ik vind dit echt heel moeilijk. Jongens, ik vind dit echt heel moeilijk om in die vines te komen. We moeten daarheen, dan daarheen. Dan moeten we naar die. En dan moeten we via de ladders. Dan moeten we daarop. Dan moeten we daarop. En dan weer... Ik heb geen idee. Het is echt ingewikkeld dit. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, oké, de eerste. We hebben de eerste. We hebben de eerste. Oh, ik shifte. Ik shifte. Ik moet het denk ik in 1 keer doordoen. Ik moet mijn momentum behouden. Daarom lukte het die eerste nu. Omdat ik gewoon in 1 stuk doorging. Ik denk dat dat het is. Komt-ie. Nee, dat was het niet. Hoezo lukt het af en toe wel en af en toe niet? Ik heb een half hartje. Ik heb een half hartje. Het is niet gelukt. Het is niet gelukt. Je kon het zien. Kijk, die eerste kan ik misschien zoals dit proberen. Dan kan ik een beetje... Ja, kijk. Nee! Nee! Ik had hem! Maak het mezelf ook weer zo moeilijk. Kom op, kom op. Oké. Nee! Wat doe ik? Oké. Half hartje. Half hartje. Half hartje. Oké. De ladder hier. Ja. Ja. Ja, met een half hartje. Kom op. Kom op. Oh, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. En ik heb een half hartje. Ik wil hem halen. Ja, we hebben hem. Oh, my days. Oh, wat ben ik er blij mee. Wat ben ik daar blij mee. Oh, met een half hartje. Ik vond het spannend, jongens. Ik vond het spannend. Explosive arrows. Ja, laten we die ook maar doen. TNT in zijn voeten. En sneeuwballen. Laten we helemaal chaos creëren hier. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb chaos gecreëerd. Oh god, oh god, oh god. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh, ik zit tenminste in creative. Oké, dat is leuk. Kijk dan, jongens. We hebben dit allemaal gedaan. We hebben dit allemaal gedaan. Goed, vond je dit nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet lekker deze video te kijken. Dit is namelijk ook een hele leuke video als je van mijn video zou. Klik erop, kijk ernaar. En dan nu spreek je later. Glaasje water. En dan zien we jullie de volgende keer.